Wadehuis Hudsons Bay is bijna één jaar in Nederland. Of dat reden is voor een feestje, is de vraag, want we lopen niet zo warm voor deze formule. Op 5 september 2017 opende het eerste filiaal in Amsterdam. Eindelijk. Dit zou de redding van menige winkelstraat zijn na het verdwijnen van V&D. En Business Insider wist het zeker. Met de ruime, lichte winkelvloeren, met de mooi uitgestalde producten en de frisse uitstraling zou Hudson's Bay Nederland veroveren. De Bijenkorf werd gewaarschuwd, dit is een geduchte concurrent. En de ambities van de Canadese formule waren ook torenhoog. Twintig vestigingen zouden worden geopend in Nederland, het zijn er 13. En er wordt voeder verteld vandaag dat de winkels in Amstelveen en Utrecht echt nog wel geopend gaan worden. Maar dat wordt 2019. Hudson's Bay is een groot Canadees concern. Het specialiseert in ware met een nadruk op kledingformules. In Amerika heeft het bijvoorbeeld de formule Sext Fifth Avenue, en in Duitsland heeft het Kaufhoven en in België de Inno. Ondertussen roert de investeerder zich, want land en buildings gelooft er al een tijdje niet meer in. Sterker nog, het stelde de aandeelhouders onlangs voor de panden in Amerika maar te verkopen, want zonder winkel zouden ze meer waard zijn dan met. Dat gerommel heeft de aandacht getrokken van Signa, een Oostenrijkse winkelgigant. En Die reus die ruikt bloed en heeft, volgens een aantal media, interesse in activiteiten van Hudson's Bay. Nou, dit zegt het bedrijf er zelf over. We voeren gesprekken met Signa over het opzetten van een joint venture. Het is een intentieverklaring, maar voor een definitief akkoord moet er eerst een boekenonderzoek worden afgerond. Persbericht nou, zegt natuurlijk niet alles, cijfers zeggen meer. Hudson's boekte het afgelopen kwartaal een verlies van omgerekend 191 miljoen euro. 10% meer dan het jaar daarvoor. Van Hudson in Europa zijn geen winstcijfers, maar er zijn wel omzetcijfers. En die zien er niet goed uit. De omzet daalt met bijna 7%. Hudson's B is hier nu één jaar. Of ze dat feestje ook gaan vieren, kun je je afvragen. Klanten vinden het er niet gezellig. Ze vinden het te duur. Online vind je heel veel van dergelijke commentaren. Men mist de V&D. Nou, zijn dat krokodillentranen, want we missen vooral de herinnering aan wat V&D vroeger was. De opwinding die je voelde toen je als scholier naar de schoolcampus mocht om de coolste agenda uit te zoeken en het leukste kafpapier. Dat weet je toch nog? Dat is 35 jaar geleden. Kijk, het probleem zit hem helemaal niet in gezelligheid of in het aanbod. Het probleem, dat zijn wij. Kijk maar. Dit is de omzet van kledingwinkels in de periode mei juni van dit jaar vergelijken met vorig jaar. En je ziet een grote daling. En dit zijn de omzetcijfers van de webshops. That's it.